open openstraaien in Dakhem moest vanwege Corona al hun concerten afzeggen en de lessen digitaal gaan. En no, ben we dan eindelijk weer hier en no, mij eigenlijk alles weer. Maar ja, dat betekent wel dat uh, nou, eigenlijk hebben we qua, qua beleving van het muziekmaatje voor alles en iedereen, hebben we niet gemist. Ik ben heel blij dat we online, of in ieder geval weer op locatie binnen en dat we hier ook weer uh, normale les hebben want uh, ja, ik denk dat dat ik een uh, makkelijker giet in het uh, lesje aan en ik eh, de stof eigenweren maar dan dat dat, dat uh, via online uh, giet uh, maar het sociale contact fysiek dat is ja, vind ik, ja dat had wel een, wat meer energie ik, weet even. ik en hoewel kijk ik heb mijn prima online en eigenlijk al mijn leerlingen hebben gewoon online les houden met mij. Uh, en en dat, dat werkt op zich wel prima, maar toch, het gaat alleen wel makkelijker. En uh, je koor dat is gewoon heel fijn, ja. ja. De grotere groepen hebben we nog even mij aanwachten, hè, Want we hebben bijvoorbeeld ik een popkoor van, van 50 uh, leden. Nou ja, daar hebben we ruimte, dus ruimtes nog niet net met Dus dat maakt even tot na de vakantie Maar ja, het is heel onwerkelijk. Maar het speelt weer. En ineens heeft het gebouw weer vol muziek. Dat is wel, uh, wel prachtig. Toch in de online lessen ook een voordeel. Soms is het wel makkelijk, want de koers wordt noordse uh, verdoezing, maar het verbaast mij hoe makkelijk ze is, maar uh, de docent ik de valse noorden jaren uh, via zijn kaptelefoon. <laughs> dus dat lukt net altijd. Um, ja, en het leuke weer wordt dat, af en toe de ben even hè, Ik heb zelf waar ben, hoe uh, het kouder mij zeggen even noordswaaien en dat soort dingen. Dus, uh, maar uiteindelijk ik ben ik heel blij dat we hier weer binnen. Dat absoluut. We hebben hier dus een hele dingen plant in het Oranje hier. En dat zijn een hele grote zaken die vooral met, uh, het basisonderwijs te in had. We zoen bijvoorbeeld in uh, september vorig jaar rondom de Wat-opera, Peter Grimes, we een hele grote cultuurdagen organiseren van basiskwam. Nou, die opera is net terug hier, dus die cultuurdagen van nu ziek net. Dus we zijn nu heel druk dwaande om die cultuurdagen van komende september weer op een rol te zetten. En zou ik jij de juiste dat er Volgens mij is een al voorop jongen, ben, Normaal hebben we in juni altijd een eerpandij, voor de muziekschwallen, om voor het nieuwe seizoen de instrumenten eens te proberen. En eens te zien wat bij die past. Dat gaan we nooit terug naar 28 augustus. Dat is voor u de, de eerste zaterie of de, de zaterie van de inloopweken. En dan hebben we u traditionele iependij.